glimlachen om de keuze van je liederen. Dat is helemaal geen veroordeling of zo. Maar ik ben het helemaal met je eens dat we hier zijn om het woord te verkondigen. Want het geloof is door het gehoor. Dat zei je ook toen we met de bidstond begonnen. Het frappante vond ik dat al jouw liederen gingen over dat de wereld mag zien. En dat de volkeren mogen zien. Maar, misschien vind je het vervelend dat ik dat zeg. En denk je, misschien dat onder vier ogen gedaan. Zien, dat wordt in de toekomst. Als Christus terugkomt op aarde. We hebben gezongen, bouw uw koninkrijk op aard. Een hele hoop gelovigen denken dat dat nu is. Dat is vandaag niet. Hè. Dat is die leer van kingdom. Nou, dat we het allemaal nu moeten laten zien. Dat we nu dat koninkrijk van God moeten bouwen. Het geloof is uit het gehoor. Dus dat was prima dat je zo begon. Alleen het zien, God is niet te zien. Ja, in de schepping. Maar niet wie de Heer Jezus is. Wie God werkelijk is. Daarvoor heb je het woord nodig. De wereld ziet niets vandaag, want God heeft zich verborgen. Hè? Dus ik ben het ermee eens met die liederen, maar ik verplaats het naar straks. Als Christus zichtbaar komt op aarde, dan zal zijn koninkrijk, begin met de 1000 jaren, gebouwd worden op deze aarde. Dan zullen de mensen zien, te beginnen met de Heer Jezus zien. Maar het is een misverstand als je als gelovige denkt dat dat vandaag al is, want dat is niet zo. Tenminste, geloof ik niet. Ik heb het er even over ook in de preek, dus het zal geen toeval zijn. Maar bedankt voor de liederen, Dieneke. God zegen. Hè? Goed, 1 Timotheus 6. Beetje achter in de Bijbel. Titus. Timotheus. Eerst Timotheus, dan dus breng ik u in verwarring. Hoofdstuk 6, vers 3 tot en met 12. We gaan dat eerst lezen. Er staat boven vermaningen. Vermaningen, als je dat woord vindt in de Bijbel of in het Nieuwe Testament, dan staat er vertroosting vaak. Vermaning is niet om iemand in de grond te boren. Zo wordt het wel vaak ervaren als negatieve kritiek. Door vermaningen zijn scheuringen ontstaan. Het is heel moeilijk als je vermaand wordt om dat te accepteren. Niet voor een geestelijke gelovige. Die denkt dan, nou zou er een kern van waarheid in zitten, ik wil dat bekijken. Maar vermaningen zijn er om te troosten. En dan staat er ook nog boven mij en raadgevingen, adviezen, om je verder te brengen. En zo benadert de apostel Paulus Timotheus en dus ook ons. Want ook wij mogen werkzaam zijn in de gemeente, in de arbeid des Heren. Daar kom ik straks nog even op. Dus vermaningen en raadgevingen. Alleen maar met een positief doel. Het is altijd jammer als gelovigen een vermaning negatief oppakken. Een aanval op hun levenswandel of wat ze zeggen. Helemaal niet, is helemaal niet de bedoeling. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen. Ja, je moet met de Statenvertaling een goede nadruk. Al staat er krakelingen. Nou, die lus ik wel. Maar er staat krakelingen. Dus goed klemtoon, hè. Van mensen die een verdorven verstand hebben. En van de waarheid beroofd zijn. Menende dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Hè? Het is genieten. Die zaligheid die we van de Heer hebben ontvangen. Want we hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking. En in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof. Dat gaat dus om gelovigen. En hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, totdat welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Tot zover. Nou, hier kun je zoveel preek over houden.
Dit is echt een heel moeilijk misschien hoofdstuk, ook moeilijk voor je vlees. Omdat je misschien in je eigen leven je dingen herkent. Schadelijke begeerlijkheden. Nou, we hebben allemaal wel eens een begeerte. Of je zit vast aan een begeerte. Geld, ja, daar zijn we het grootste gedeelte van ons leven mee bezig. Als je 40 uur in de week werkt, is dat toch voor de centen, hoor. Je kan je werk nog zo leuk vinden, maar als je geen geld krijgt, stopt iedereen met werken. Of je moet vrijwilligerswerk doen, dat is nog even anders. Maar dan krijg je vast een uitkering als je met pensioen bent en een pensioen en noem maar op. Maar er is heel veel te vertellen over dit hoofdstuk. In vers 11, wie is bijvoorbeeld die mens Gods? Maar ik wil het hebben over vers 12. Strijd, de goede strijd des geloofs. Daar wil ik het met name over hebben. Grijp naar het eeuwige leven. Nou, daar kunnen we ook het een en ander over zeggen. Wat betekent dat dan? Tot het welk ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Als het goed is, hebben wij met strijd te maken. In dit leven. Dat betekent dat we met lijden te maken hebben. Natuurlijk, de gradaties zijn verschillend. Het lijden voor de ene gelovige kan veel erger zijn dan voor de andere. De strijd, gevoelsmatig, ook als je kijkt naar de uitwerking in het dagelijks leven, in je eigen leven, dan lijkt het dat die strijd, die goede strijd, voor de een veel erger is, voor de ene gelovige, dan voor de andere. Maar we zijn verwikkeld, broeders en zusters, niemand uitgezonderd in die geestelijke strijd. Daar hebben we allemaal mee te maken. Het is niet voor niets dat Paulus in Efeze 6 aan de gelovigen, namelijk de gemeente te Efeze, adviseert om die wapenrusting van God aan te doen. Dat adviseert je niet aan de oudste alleen of aan de voorganger. Het is een brief aan die gemeente. Dus het is bedoeld voor alle gelovigen. Waarom allemaal die wapenrusting aan? Omdat je allemaal in die geestelijke strijd staat. Niemand uitgezonderd. Hoe rustig u misschien ook denkt dat uw leven is. Het kan ook best zijn dat u geen strijd ervaart. Daar kan een reden voor zijn. Kom ik ook nog wel even op. Waarom die wapenrusting Gods? Opdat gij, niet individueel, maar gij, gemeente van Efeze, kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Als het goed is, krijgen we er allemaal mee te maken. Makken is wel een beetje, herken je het ook. Als de duivel je verleidt. Ik denk dat het ook in de gemeente kan zijn, ook in het leven van vele gelovigen, dat de wereld bij je binnenkomt en dat je denkt dat het goed is. Dat je niet in de gaten hebt dat de Heer Jezus, dat zijn woord daar wat over te zeggen heeft. En als je dat niet weet, heb je er ook geen last van. Dus het is ontzettend belangrijk om de wil van God voor je leven te kennen. Nou, Joram had de tekst over wandelen in Christus. Daarvoor heb je kennis van hem nodig. En je kan wel wandelen in dingen waarvan je denkt dat het goed is. Maar misschien is het helemaal niet goed. En toch moet je die dingen weten om een gode, welbehagelijke levenswandel te kunnen openbaren. De Satan is uw tegenstander, broeder, zuster. Niet mensen, uiteindelijk. Ja, als er scheuringen ontstaan of gedoe ontstaat in de gemeente, dan zijn het mensen tegenover mensen, maar de Satan lacht, hè. De Satan is in werkelijkheid uw grote tegenstander en die alles kapot wil maken. Uw vrede, uw rust, uw wandel in hem. Daarom staat de tegenstander het werk van God tegen. Hij vecht daartegen, probeert dat te belemmeren, probeert dat te voorkomen. En zodoende richt hij zich ook op u. Wij willen toch het werk van Christus doen. Wij willen toch dat Christus door ons heen werkt. Dus hij richt zich ook tot u. De Bijbel spreekt ook over zijn vurige pijlen die op je gericht zijn. Vandaar dat het belangrijk is om die wapenrusting aan te hebben. Om die pijlen te herkennen, want dat kan komen in allerlei vormen. Om het te herkennen en om het te weerstaan met die wapenrusting. Even een opmerking over die wapenrusting. Die wapenrusting is in principe niet om aan te vallen. Die wapenrusting bestaat uit nogal een aantal onderdelen. En alle onderdelen zijn er ter verdediging van jezelf. Ter bescherming van jezelf. Je schoeisel, je schild, je harnas, noem het maar op. Je kan moeilijk aanvallen met je harnas. Ja, dan kan ik in mijn schild gaan slaan, maar dat,
dat helpt je weinig als er iemand met pijl en boog of met een zwaard tegenover je staat. Kan niets helpen. Het is geen aanvalswapen. Het enige aanvalswapen, die wapenrusting, is het zwaard. Het woord van God. Maar, geloof ik, dat is in principe om te verdedigen. De Satan viel de Heer Jezus aan bij de verzoeking in de woestijn. En de Heer Jezus verdedigde zich met de woorden, er staat geschreven. Dat was geen aanval. Dat was een verdediging om de Satan te laten zien. Je kan mij wel aanvallen, maar het woord van God zegt wat anders. Dus je kunt mij niets doen. Dus de wapenrusting is primair niet gegeven om aan te vallen. Maar om te verdedigen. Kijk, in een preek zit natuurlijk ook je eigen gedachte. En je eigen visie. Dus nogmaals, ik zeg het vaak genoeg. U mag er rustig anders over denken. U gaat uw weg met de Heer. U hebt daar zelf verantwoording voor af te leggen. Hoeft u niet bij mij te doen. Maar ik zeg zoals ik er tegenaan kijk. Die wapenrusting is als een soort van verdedigende muur tegen eventuele aanvallers en aanvallen. Die wapenrusting is niet gegeven om aan te vallen. Dat geloof ik persoonlijk niet. Maar hoe kun je verdedigen als je de methodes van de tegenstander niet kent? Hoe kun je een bepaalde tactiek, dat is ook met voetbalclubs zo, daar gaan interviewers die gaan aan de trainer vragen wat hij opstellen. Ja, zegt hij, dat zeg ik niet, want ik wil de tegenstander niet slimmer maken dan die is. Wil je effectief kunnen verdedigen met die wapenrusting Gods, dan moet je bekend zijn met de methodes van de tegenstander. Met de methodes van de duivel. Ik ga er zo meteen 5 noemen. Want anders heb je een probleem met je verdediging. Ik heb er 5 methodes die de tegenstander gebruikt in die geestelijke strijd ten opzichte van ons. Nou, ik vind 5 ook wel een mooi getal van de genade. Maar er zullen er ongetwijfeld wel meer zijn. Zou best kunnen. Maar toch wel 5 belangrijk. Ik noem ze eerst even snel. De eerste is twijfelzaaien. Over het woord van God. Nou, het bekendste voorbeeld, we hebben het de vorige keer ook bij de doopdienst gehoord. Dat is dat de duivel tegen Eva zegt, is het ook dat God gezegd heeft? Gij lieden zult niet eten van deze boom, de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat klopt. Dat was de waarheid die God gesproken had, maar hij gaat verder. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zult gij als God wezen. Nou, dat is helemaal niet waar. Dat heeft God ook helemaal niet gezegd. Maar je gaat twijfelen. En Eva twijfelde. En ze dacht, dat klinkt mooi. Lekker aan God gelijk zijn. Wat kan me dan nog overkomen? En ze ging eten van die vrucht. Dat is een aanval van de Satan. Twijfel zaaien aan het woord van God. Daarom is bijbelkennis ontzettend belangrijk. Je moet niet heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. Nou, daar zijn we mee begonnen, hè. Indien iemand een andere leer leert die niet overeenkomt met de gezonde leer van onze Heer Jezus Christus. Maar als jij die gezonde leer niet of nauwelijks kent, dan weet je toch ook niet van die andere leer. Dus je moet de tactieken van de duivel weten. En 1 is twijfel zaaien. En als je niet vaststaat in het woord, word je heen en weer geslingerd. En de ene keer denk je dat. Oh, maar daar komt iemand. Oh, dat klinkt ook wel heel logisch uit de Bijbel. En dan denk je dat. Ja, dat klinkt heel logisch uit de Bijbel als je alles uit het verband haalt. Dat klopt. Maar twijfel zaaien. Dus lees de Bijbel, broeders en zusters. Ga vaststaan in het woord van God. We staan op het fundament. Maar voor de praktijk van je leven, leer wat de schrift zegt over ook het praktisch leven van alle dag. Goed. 2. De tegenstander gebruikt Gods woord verkeerd. Dus hij verdraait het woord van God. Nou, dat kan natuurlijk twijfel zijn. Dat hebben we ook bij punt 1 gezien. Dat hoort eigenlijk bij elkaar. Ik noem even de gedeelte, maar u moet het voor uzelf thuis maar lezen. In Lucas 4, vers 10 zien we dat Satan de heiland probeert te verleiden met woorden uit Psalm 91. Maar hij verdraait de waarheid. Goed, ik laat dat even, want ik heb nog meer te vertellen. Punt 3. Verdeeldheid zaaien onder geloven. Mag ik even met u naar 2 Korinthe 2? Ik haal er soms even wat bijbelversen aan. 2 Korinthe 2. Dien gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook.
Want zo ik ook iets vergeven heb, die ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan voor ons geen voordeel krijgen. De Satan wil voordeel op u behalen. Dat is dus blijkbaar mogelijk op een gelovige. Zoals de Heere ongelovigen kan gebruiken, denk aan Nebukadnezar, denk aan de farao. Uiteindelijk werden ze gebruikt door God zelf, is wel humor, hè? Maar zo kan de Satan ook een gelovige gebruiken. En dat wordt steeds makkelijker als die gelovige niet de Bijbel kent. Niet vaststaat in het woord. En wat is nou het allermooiste voordeel op een gelovige? Verdeeldheid zaaien. Want wat krijg je door verdeeldheid, bijvoorbeeld in een gemeente? Onrust. Koude harten. Harde woorden. Dat krijg je. Er is maar één die lacht. Satan vindt het geweldig. Al die scheuringen, al die ruzies in gemeente. Het is geweldig. Verdeeldheid zaaien binnen de gemeente. Tussen gelovigen onderling. Een volgend punt. En daar wil ik even met u naar Lucas 4. Dat is ook zo'n slimme. En ik denk dat we er allemaal wel mee te maken hebben. Lucas 4. Dat is nou het verhaal van de verzoeking in de woestijn. Door de Satan van de Heer Jezus. Nou, wanneer doet hij dat? Als de Heer Jezus 40 dagen niet gegeten heeft. Dus als je zwak bent, dan ben je wat labiel, heb je weinig weerstand en dan pakt hij je. Dan pakt hij je. Vers 2 en 3. En de Heer Jezus werd 40 dagen verzocht van de duivel en had gans niet in die dagen. En als ze zelf geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En de duivel zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worden. Dat is een tactiek van de duivel, namelijk pakken op uw zwakke punt. Nou, dat is natuurlijk wat elke voetbalclub doet. Ja, die verdediging, die is zwak. Dus we moeten de aanvallen, het liefst via de vleugels. Of die aanval is sterk, dan moeten we twee verdedigers op die Messi zetten. Dus je past weer je tactiek aan op het zwakke punt van je tegenstander, de duivel doet het ook. De Heer Jezus heeft 40 dagen niet gegeten. We weten dat hij een mens was als wij, uitgenomen de zonde. Maar hij had dorst. Hij zei het zelfs aan het kruis. Mijn dorst. En hij krijgt een spons met water en azijn. Hè? Nou goed, had dus ook honger. Wat denk je, na 40 dagen zou de Heer Jezus als volmaakt mens honger hebben gehad? Ik denk het wel. Wat doet de duivel? Hij zegt tegen de Heer Jezus, als u Gods zoon zijt, maak dan van deze stenen brood. Hoe verleidelijk, want dan kon hij eten. En zo is het ook met ons. Uw zwakke punt weet de duivel. En hij probeert u daarop te pakken. Dat denk ik. Dat weet ik niet zeker. Maar twee van misschien wel de meest verleidelijke zaken in onze maatschappij, dat is porno en gokverslaving. Nou, porno, volgens mij heb je daar geen reclamespots van op de NPO, lijkt me ook niet goed. De gokreclames wil men volgens mij proberen te stoppen, omdat mensen daaraan verslaafd raken. Als iemand verslaafd is aan de drank en hij wil er vanaf komen, ben je de hele tijd maar bezig met die drank. Ik weet het van mezelf, ik ben niet echt verslaafd geweest aan roken. Maar goed, op een bepaald moment kwam ik er vanaf. Maar in de beginperiode denk je alleen maar aan dat roken. De Satan probeert je te bewegen tot roken. Ik zeg niet dat roken niet mag. Hoort u mij niet zeggen. Ik ben het ook niet eens met geloven die zeggen, ja, als jij rookt ben je dan wel wedergeboren. Dikke onzin. Het wordt anders als de verslaving wordt. Maar precies zo is het met porno, precies zo is het met gokken. Als je daarvan dingen ziet, dan heeft de Satan je gauw te pakken. En je raakt er vol mee en je krijgt een soort van verslaving. En je staat op en je denkt weer aan die dingen of aan de alcohol. Nou, u begrijpt het wel. De duivel probeert ons te pakken op onze zwakke punten. En als we overstag gaan, dan voelen we ons rot. En dan voelen we ons min. En dan denken we toch weer de missen en noem het allemaal maar op. Zo gaat dat met verslavingen, denk ik. En zeker als je jezelf oplegt, hè, 1 januari, nieuwjaar, goede voornemen, stoppen. Nou, ik had het heel snel afgeleerd in het verleden, want dat hielp toch niet. Maar goed, je houdt het een maand vol, 2 maanden vol, je gaat de mist in. Wat voel je rot, want je voelt je tekort ten opzichte van de Heer. Tot op zekere hoogte is dat waar. Want je begeerte krijgt de overhand. En de duivel maakt daar gebruik van. Als je je rot voelt ten opzichte van de Heer, dat vind je soms ook niet meer goed. Kunt u mij nog wel gebruiken? Er komt ook weer die twijfel in je hart. De tegenstander is zo slim. Hij pakt u op uw zwakste punt. Nou, de Heer had honger.
40 dagen niet gegeten. En de Satan daagt hem uit. Goed. Inspelen op de noden of de behoeften van de mensen. Ook van de gelovige mens. Nou, punt 5 heeft daarmee te maken. Inspelen op de begeerte van de mens. Nou, daar hoort natuurlijk drang bij. Porno hoort daarbij. Gokken. Ik denk dat heel veel geloven, misschien wel alle geloven, weet ik niet. In ieder geval hebben we allemaal wel eens te maken met een verslaving. We lezen in 1 Johannes 2, vers 16. Ik citeer dat. Over de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid van de ogen. Het heeft vaak met zien te maken. Hè? Door te zien krijg je een verlangen. Eva zag de vrucht. En ze zag dat die goed was. En ze pakte de vrucht. Nou, dat mag ook nog. Maar ze ging hem ook nog opeten. Het begint met zien. De begeerlijkheden des vleeses en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid des levens. Hoogmoed. Wat een gelovige ook kan overkomen. Strijd. Het is allemaal strijd. Strijd misschien tegen je verslaving. Strijd misschien tegen je onhebbelijkheden. Strijd misschien tegen bepaalde karaktereigenschappen. Wat ik heb is praten dan denken. Dat zeggen ze op het werk ook wel eens tegen mij. Anne, ga nou eens even denken voordat je wat zegt. Nou, 64 jaar wordt niet meer. Maar mag geen excuus zijn. Hè? De Heer kan je altijd veranderen natuurlijk. Hè? Maar goed, zo zit het wel. Strijd heb je dan. En je wil het graag zo anders zien. Nou, de oplossing, dat komt een andere keer. In ieder geval gericht zijn op Christus, hè, en het woord lezen. Maar goed. Even naar Filippenzen 1 met jullie. En ik zeg die dingen tegen u. Ook over die 5 punten. Maar ik heb er natuurlijk ook last van, hè. Ik zeg niet omdat ik van al deze dingen geen last heb. Natuurlijk, iedereen heeft zijn strijd. Ook de voorgangers, ook de ouders. Dat zijn geen supergelovigen. Wij zijn gewoon zoals we zijn als mensen. En zoals u denkt over mij, bent u niet ver weg bij uzelf en andersom ook niet. Dus we hebben er allemaal last van. Vandaar dat dit zo belangrijk is. Ook de boodschap van vanmorgen. Filippenzen 1. Vers 27. Nou, daar werd wandelen. Hè? Ook de tekst die Joram kreeg. Alleenlijk, want je kan wel wandelen, maar doe het waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende, kom ik straks nog even op, door het geloof des evangelies. U mag ook lezen, voor het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, dat zijn de tegenstanders, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Wat valt op aan de hand van deze verse? In de eerste plaats dat een Christuswaardige wandel inhoudt dat je samen met elkaar, samen met andere gelovigen, medestrijders bent. Als u Christus waardig wilt wandelen, dan strijdt u nooit alleen. Dan mag je dat met elkaar doen. Daarom heb ik moeite met mensen die zeggen, ik heb geen gemeente nodig. Geloof doe je niet in de kerk. Geloof is de praktijk van mijn leven, ook op de maandag. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar we hebben elkaar nodig. We hebben de bidstond nodig. Sommigen denken misschien van niet. We hebben de bidstond nodig om die groot te maken. Om te bidden wat we mogen en moeten doen voor de zieken. We hebben de Bijbelstudie waarin we onderricht mogen worden, mogen leren vanuit het woord om daarin te groeien. Maar je kan wel zeggen, dat doe ik wel. Oh ja, doet u dat thuis? Leest u veel, bestudeert u veel de Bijbel thuis? Ja, het zijn gewoon vragen. U moet u zelf maar onderzoeken. Een Christuswaardige wandel houdt in dat je samen met andere broeders en zusters medestrijders bent. U bent dus betrokken in een geestelijke strijd. Allemaal zoals jullie hier zitten. Ik ook. En als je betrokken bent bij een geestelijke strijd, heb je dus te maken met tegenstanders. Anders is er toch geen strijd. Tegenstanders. Er is nog wat te leren uit Filippenzen 1, de versie die we gelezen hebben. Dat vind ik zo mooi.
Dat vind ik zo mooi. Het blijkt een positieve strijd te zijn. Dat wil zeggen, als wij strijden, hè, is het vaak een strijden tegen. Dat is een negatieve strijd. Wij menen te moeten strijden tegen boze machten. Tegen onhebbelijkheden van onze persoonlijkheid. Dat we moeten strijden tegen wetteloosheid, tegen ongeloof. Maar zal ik u wat zeggen? U boekt geen resultaat. En omdat het een negatieve ingang is voor het strijden, raak je ontmoedigd en je kapt ermee. Je ziet het niet zitten, het lukt niet. Dus je raakt gedemotiveerd. Maar weet je wat die geestelijke strijd is? Voor Christus. Voor het woord. Voor het evangelie. Dat is een positieve strijd. En dat motiveert toch? Dat tegen, dat motiveert helemaal niet. Tegen de duivel. En tegen ziekte. En tegen demonische machten. Tegen mijn zonde. U redt het niet. Echt niet. Christus heeft het volbracht. Maar als u in die strijd staat, mag u weten voor wie u het doet. En dat motiveert toch? Daar mogen we toch onze kracht en onze steun en onze bemoediging uithalen. Het is een strijden, hebben we gelezen, door het geloof van het evangelie. Maar dat mag ook lezen voor het geloof van het evangelie. Het is een positieve strijd. Nou, ik ga ervan uit dat de gehele gemeente, en ik bedoel nou wereldwijd, ik heb gemeente met een hoofdletter uitgetypt, in deze strijd betrokken is, wereldwijd. En dat het niet is voor een paar enkelingen. En ik denk dat ik kan lezen in de woorden van Paulus, dat hij de opvatting ontkent dat het deel uitmaken van een plaatselijke gemeente, zoals jullie, wij hier, of het deel uitmaken van het lichaam van Christus, de gemeente met een hoofdletter, dat je daar deel van uit kunt maken zonder dat je actief bij die strijd betrokken bent. Kan toch niet waar wezen als je in een leger zit, mensen zitten en je wordt aangevallen. Dat ze allemaal om je heen verdedigen en dat je lekker blijft zitten, lekker je kippenpootje gaat eten. Je wordt toch betrokken actief bij die strijd. En Paulus kan niet geloven dat je deel uitmaakt van de gemeente, dat de strijd is en dat u daarin passief zou blijven. We staan in die strijd en ik hoop dat we allemaal actief in die strijd staan. Waarom in verband met de gemeente, ook met een hoofdletter, maar ook de plaatselijke gemeente, wat is de gemeente? De gemeente is een samenleving. Ik zeg niet kerk, hè? De kerk is een instituut, een organisatie. De gemeente is een organisme, dat is een levend geheel. De een is een oog, de ander een hand. Het is in werking, het groeit. Als je een samenleving bent, en dat zijn wij ook als plaatselijke gemeente, dan zeg je daarmee dat allen daarbij en daarin betrokken zijn. Dus ook als daar een strijd is. Daarom zijn we allemaal betrokken in de strijd voor het geloof. Niet tegen je verslaving of tegen dit. Voor de Heer. Voor zijn evangelie. En ik bedoel dat we samen betrokken zijn in die strijd voor het geloof. Betekent niet dat we alleen maar samenleven uit het gemeenschappelijk heil wat we ontvangen hebben. Dat we samenleven vanuit het behoud en de vergeving en het eeuwig leven wat we samen hebben. Maar ook dat we de fakkel, hebben we wel een beetje over gezongen, maar ook dat we de fakkel van het woord van God verder dragen. Dat houdt het ook in, dus getuigen. Ook morgen weer. Niet altijd makkelijk. Op je werk bijvoorbeeld. Is niet altijd makkelijk. Maar dat is ons ook niet beloofd. Maar daardoor komen mensen tot geloof. Als u nooit getuigt, waar dan ook, heb je ook veel minder of geen strijd. Want dan krijg je geen tegenstand. Ons getuigenis, en dat kwam een beetje naar voren waar Dieneke mee begon, en wat je ook zei aan het begin van ons gebed. Ons getuigenis moet dus altijd gedragen worden door het getuigenis van het woord. Het moet gesproken worden. Want het geloof is niet door de ogen, door het zien. Het geloof is uit het gehoor. En hoe zullen ze horen als het hun niet gepredikt wordt? Niet als het hun niet wordt laten zien,
Maar als het hun niet gepredikt wordt. Ja, ik weer even duidelijk. Ik ben misschien al duidelijk genoeg. Mensen worden echt niet bekeerd door de manier van ons leven. Hoe belangrijk ons leven en een christuswaardige levenswandel ook is, en om die te openbaren, hoe belangrijk dat ook is. Ik wil nog een stapje verder gaan. Er komen geen mensen tot geloof door getuigenis van onze bekering. En eventueel ons leven met de Heer. Weet u wat het is met vele getuigenissen? Dat gaat 10 minuten over jezelf, wat je allemaal hebt meegemaakt. En het laatst zeg je, de Heer heeft mij daarvan gered. Punt. Ik zou zeggen, doe het andersom. Zeg dat je een zondaar was, heel kort misschien waarom. En de rest van je getuigenis moet over de Heer Jezus gaan. In menselijke getuigenissen van geloven die tot geloof zijn gekomen, staat vaak toch jezelf centraal. De Heer heeft me de goot gehaald. Ik zat aan de drugs en dan krijg je 10 minuten heel verhaal voor. En je hebt die ontmoet en ik heb dat en ik heb dat. En uiteindelijk kwam de Heer Jezus. Punt. Nou, ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt. Bekering komt ook niet door getuigenissen van onze bekering. Mits dat getuigenis christocentrisch is. Nou, ik vond het prachtig van Lotte. Ja, ook de andere, ook getuigenis van allemaal. Nou ja, Karel heeft niet eens en zo, maar wel. Hè, en ook Joram, hij heeft mij gered, hij is mijn redder. Maar Lotte was vol van haar getuigenis, vol van de Heer. De Heer Jezus werd verschillende malen genoemd. Je kan wel je hele verleden opnoemen en dan nog even de Heer Jezus. Daar komen geen mensen door tot geloof. Ja, het zal wel kunnen. Tuurlijk, God kan alles. Maar bekering is alleen mogelijk op grond van het woord van God, waarbij Christus centraal staat. En dat moet dus ook in onze getuigenissen duidelijk naar voren komen. Wat staat er in de Bijbel? Wedergeboorte komt voort uit het zaad der wedergeboorte. Het welk is het woord van God. Daar komen mensen door tot geloof. Door te spreken, door te getuigen. 1 Petrus 1 vers 23 kunt u dat lezen. Niet door het woord van mensen, waarbij mensen centraal staan. Ons getuigenis, mijn getuigenis, moet dus altijd gedragen worden door het getuigenis van het evangelie. Anders komen mensen niet tot geloof, ze moeten het woord horen. Christus moet hen gepredikt worden die voor hen stierf en voor hen opstond uit de dood. Maar deze boodschap, deze prediking gaat nooit zonder strijd. Gaat u maar eens getuigen. Bij buren, of bij vrienden, of bij je ouders. Kan, hè? Hoeft niet, kan. Of bij je collega's. Als je getuigt, dan is het gevolg, je krijgt tegenstanders. En dat is een van de aspecten, facetten van die geestelijke strijd. Prediking van het evangelie, getuigen van je Heer en Heiland, gaat nooit zonder strijd en heeft altijd tegenstanders tot gevolg. Heeft u wel eens tegenstanders ondervonden als gelovige? We hebben zo'n geweldige boodschap. En het is een geestelijke strijd, niet eens tegen die ongelovigen, hoor. Daar vecht je toch niet tegen. Je wil graag dat ze tot bekering komen. Je vecht niet tegen je collega's of je vecht niet tegen je ouders. Je hebt ze lief, bij wijze van spreken. Nou ja, je ouders sowieso. Ik heb wel wat vervelende collega's. Maar ik heb nergens een hekel aan. Goed, maakt verder niet uit. Maar het is uiteindelijk een geestelijke strijd tegen de macht van de duisternis. Die zit daarachter, hè? Efeze 6 vers 12, in de context van die wapenrusting. En de apostel Paulus zelf had ook een zware strijd te voeren om de boodschap uit te dragen. Zullen we het even lezen? Colossense. Een paar bladzijtjes verder, als je nog bij Filippenzen zat. Colossense 2 vers 1. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. Niet zomaar een strijd, een gevechtje. Hij heeft een grote strijd voor die broeders en zusters te Colossen. Ik kan me ook, we hebben het over 2 Korinthe 12 gehad, die Korintiërs. En die vleeselijke gelovigen, dat was natuurlijk ook een geestelijke strijd voor Paulus. Hij wilde de geestelijke dingen verkondigen en ze wilden alleen maar vlees, geen vaste spijs. Nou, hier heb je het zelf, iets gelijks. En zoveel als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Paulus had een strijd, maar het was voor hem een goede strijd, want hij motiveert dat positief.
Maar ik wil toch nog even tegen Karel zeggen en tegen Lotte zeggen en tegen Joram zeggen. Er zal strijd komen. Lotte zei het net, ik ben nog steeds gelukkig. Nou ja, de woorden nog steeds, dan dek je toch een beetje in. Want dat geluk blijft niet. Dat gaat weer zo moeilijk. Dat is ook in het leven van gelovigen die misschien een volwassene is. Maar de Heer vindt het niet fijn, of de duivel vindt het niet fijn als je hem gehoorzaamt. Als je Christus gehoorzaamt. En daarom was die stap van de doop ook zo belangrijk. De Heer Jezus is jezelf daarin voorgegaan. Maar het is gewoon een Bijbels gegeven, de doop door onderdompeling. Nou, die tekst is zelfs gelezen door Dieneke. Wie gelooft en gedoopt zal zijn, zal niet behouden worden. Wie gelooft zal gedoopt worden. En wie niet gelooft, zal verloren gaan. Ziet u dat de doop daarbij niet meer genoemd wordt? Want als je niet laat dopen, wil niet zeggen dat je dan verloren gaat. Goed, dat is weer wat anders. Maar daarom is het ook voor jullie, en jullie hebben hier een geestelijk huis gevonden, de drie jongelingen. Het is belangrijk dat je een geestelijk thuis hebt. Dat je gemeente hebt waarin je opgebouwd door de woordverkondiging, maar ook door positieve en volwassen broeders en zusters om je heen. Of dat je in je persoonlijk leven mensen kent. En dat is in jullie geval dan gelukkig ook zo. Die je persoonlijk, hè, een Monique of een Menuchem of een Joram of een Tamara. Waardoor je bemoedigd kan worden als je het moeilijk hebt in die geestelijke strijd. En dat je het woord bij wijze van spreken mag openen. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Dat ook jullie drie het woord blijven lezen. Medestrijdende en strijd wordt genoemd in Filippenzen 1. We hebben het gelezen van 27 en 28. Hebben ook de betekenis van een wedstrijd. Zit het woord strijd ook in. Een wedstrijd veronderstelt wat? Tegenstand. Ja, in het verleden klaverjaste ik wel eens met een computer. Ja, dan had ik de computer als tegenstander. Wat voor een wedstrijd u ook aangaat. Of het nou is met atletiek, of het is met een potje schaken, of weet ik wat. U zult dan altijd tegenstand hebben. En, dat hoop je tenminste, overwinning. Je gaat toch een wedstrijd aan om te winnen. Ja, er zijn mensen die laten graag de anderen winnen. Hè? Er zijn misschien mannen die hun vrouw graag laten winnen. Om het in het huwelijk goed te houden hebben natuurlijk. Ah, zo erg zal het niet zijn. Zal ik eens wat zeggen? Die wedstrijd is er in ons leven. Weet u wie u in die wedstrijd heeft ingeschreven? U moet ingeschreven zijn voor die wedstrijd. Dat heeft de Heer Jezus Christus gedaan. Door uw geloof en uw keuze voor de Heer Jezus, ook voor de jongelui, heeft Christus u vervolgens geplaatst in dat strijdperk. Maar u hebt ook van hem ontvangen om die strijd te kunnen aangaan. De volharding. Het doorgaan. Het niet opgeven. Ook al brengt die strijd vaak veel pijn, veel onzekerheid en veel moeite. En weet u, als je die strijd niet aangaat, als je niet loopt, heb je ook geen pijn. Moet eens kijken naar die atletiek, hè? Bijvoorbeeld nou ja, de 100 meter. Dat is heel explosief voor de mannen onder de 10 seconden. Volgens mij is het wereldrecord zelfs in de 8 seconden. Maar ze zijn kapot. En dan loop je maar 100 meter. Ze zijn helemaal af. En ze gaan op de grond liggen en ze gaan schreeuwen. Als u geen strijd ervaart in uw leven, geen geestelijke strijd, heeft u ook nergens last van. Maar dat is niet positief, hoor. Dat is helemaal niet positief. Want als je niet loopt, heb je geen last, maar je wint ook niks. Je wint ook niks. God heeft mij in het strijdperk geplaatst, in die geestelijke strijd. Eigenlijk als een soort automatisme. Als je voor Christus kiest, sta je automatisch eigenlijk in die strijd. Want de Satan gaat je tegenwerken. Nogmaals, ook tegen de dopelingen. En als we weten dat we door het geloof in dat strijdperk zijn geplaatst, dan is de vraag, wat doen we ermee? Praktische preek hè, vanmorgen. Wat doen we als wij daar aan het begin van, bij die startblokken staan? Ik heb wel eens gezien dat de start was er. En binnen 2 seconden, 1 hardloper die kreeg last van zijn hamstring en die moest afhaken. Je kan ook besluiten, terwijl je er al staat, om helemaal niet te starten. Dan zeg je, doe het niet.
Dat kan, denk ik, met die geestelijke strijd. Ja, je staat er wel in, maar dat je lekker gaat zitten. Niet getuigen, ook nergens last van dus. Ik denk dat dat kan. Dan wil ik u toch bemoedigen, want het is enger, zo'n strijd. Zo'n geestelijke strijd. U hoeft niet in eigen kracht te strijden. Ja, nou schiet me een heel raar beeld voor ogen. Dat is natuurlijk niet zo, maar dan zie ik dat ik in de startblokken sta voor die hardloopwedstrijd. Maar ik hoef zelf niet te lopen, hoef zelf niet te strijden. De Heer Jezus loopt voor mij en ik zit op zijn nek en dan zie ik hem hollen. Hè? Maar dat is gewoon een beetje een plaatje. Hè? Maar geestelijk is het wel zo. U hoeft niet in eigen kracht te strijden. Maar u wordt wel uitgedaagd de renbaan te lopen en volhardend te zijn. Ik vind het mooiste voorbeeld de Heer Jezus zelf. Daar moet je eigenlijk altijd dan naar teruggaan. Hè? De Heer Jezus heeft deze renbaan gelopen, broeders en zusters, voor u. Voor mij. En die drie jonge mensen hebben dat nog niet zo heel lang echt werkelijk ontdekt. Hij heeft in zijn leven op aarde deelgenomen aan de strijd. Volgens Hebreeën 5 heeft Christus gehoorzaamheid geleerd uit het lijden. Uit de verdrukking. Uit de tegenstand. Strijd. Wedstrijd. De Heer Jezus heeft een loodzware strijd gestreden, broeders en zusters, voor mij. En omdat de Heiland deze loopbaan gelopen heeft en de strijd gestreden, want hij was getrouw, hè, heeft God hem uitermate verhoogd, heeft overwinning behaald. Door in die strijd te gaan. Door het woord van God te verkondigen. En hij ging die strijd aan. En hij is als overwinnaar uit die strijd gekomen. Stel je voor dat de Heer Jezus geboren was in Bethlehem. En hij had niet de wil van de Vader gedaan. Niet de wil van God gedaan. Dan was het allemaal misgelopen. Dat had misschien in theorie gekund. Daar kun je ook over praten en discussiëren bij de koffie. Maar dat is verder niet het belangrijkste. Maar juist omdat de Heer de loopbaan gelopen heeft tijdens zijn leven op aarde en de strijd gestreden heeft, heeft God hem een naam boven alle naam gegeven. En precies zo is dat met ons, broeders en zusters. Het heeft ook met beloning te maken. Maar dat is ook weer een ander onderwerp. God heeft hem verhoogd. Dat is ook Filippenzen. Wat we dus duidelijk zien, en dat moeten we niet vergeten, dat hier sprake is van resultaat, van overwinning, van beloning in je leven op grond van de wandel daarvoor. En er zijn mensen, er zijn geloven die zeggen, ik ben behouden, dus klaar. Ja, maar je mag je uitstrekken, wat Paulus ook deed, naar die erekrans. Je mag de goede strijd strijden, je mag de loopbaan lopen. En als beloning, als de uitkomst goed is, mag je beloond worden? Krijg je beloning? Dus dit is niet op grond van je geloof. Dit is op grond van uw handelen. Wandel ook straks op de maandag. Waar staat u als gelovig in de maatschappij? Echt belangrijk. De Heer Jezus heeft die naam ontvangen door zijn gehoorzaamheid in zijn levenswandel hier op aarde. Had met zijn levenswandel te maken. Paulus gebruikt dit voorbeeld van de Heer Jezus om ons als gelovigen, en dat is dan ook een van de redenen voor de preek, op te roepen dezelfde weg te gaan, hoe moeilijk het soms ook is. Je ziet soms een gaatje op het werk, omdat je de mogelijkheid hebt om iets te vertellen over de Heer Jezus, en je doet het niet, je hebt geen vrijmoedigheid, je bent bang. Ik denk dat het heel veel gebeurt, of ten opzichte van je ouders, omdat je bang bent voor de reactie. Paulus roept op, doe het toch. Broeders en zusters, we hebben het allemaal wel eens hoor, dat we het laten gaan, heeft iedereen wel eens. Maar het geeft zo'n blijdschap om van de Heer te mogen getuigen. Het is misschien een soort van offer, hè? Want het kan jezelf pijn gaan doen door reacties. Maar Paulus roept ons vanmorgen op om in die strijd te staan. Die positieve strijd voor de naam van de Heer Jezus Christus, voor het evangelie. En ja, dan komt de strijd. Maar we mogen toch dezelfde gezindheid, hetzelfde gevoelen hebben als de Heer Jezus. Ook Filippenzen 2. Dat hetzelfde gevoelen in ons is als wat er in Christus was. En het heeft Christus lijden gekost.
pijn gekost, uiteindelijk de dood aan het kruis. Maar hij kreeg een naam boven alle namen. Hij heeft de overwinning behaald in de opstanding. En de Heer Jezus is een mooi voorbeeld, maar wat denkt u van Paulus zelf? Paulus zegt niet zomaar wat hoor. Dit is een man die spreekt uit ervaring. Kijk, ik kan het allemaal wel zeggen. Ja, je zou zeggen, Anne, ook een luxe leventje. Paulus heeft een hele zware strijd gehad tijdens zijn leven op aarde. Paulus achtte zijn leven ook niet. Hij vond zijn leven, ja, dit zijn grote woorden, maar het staat wel in de Bijbel. Paulus achtte zijn leven niet als hij maar de loopbaan ten einde kon brengen. En hij gebruikt Jezus' leven en zijn eigen leven als voorbeeld om u, jou en mij vanmorgen op te wekken, gehoorzaam te zijn tot het einde toe in je wandel met Christus. En het kost strijd en het kost pijn, maar uiteindelijk is daar beloning. Is daar de definitieve overwinning. Broeders en zusters, hoe u ook tot geloof bent gekomen, kan heel verschillend zijn, hè? Voor de een en voor de ander. Maar het leven dat u daardoor ontvangen hebt, is voor iedereen gelijk. U heeft allemaal hetzelfde leven van de Heer Jezus ontvangen. Wat de tekst was voor Karel. U bent allemaal in Christus een nieuwe schepping geworden. Dat is leven uit de dood. Opstandingsleven. Eeuwig leven. Geestelijk leven. Dat is allemaal voor ons gelijk. Maar in dat leven gaat het niet meer om jezelf. Maar het gaat om Christus. De levensroeping van elke gelovige is te leven voor hem. In die strijd te staan voor hem. Niet tegen andere dingen. Het is een strijd voor. Positieve strijd. Maar zo'n leven, en dat is het groeiproces, dat is de mak ook van ons allemaal. Maar zo'n leven begint met volkomen overgave en toewijding aan de Heer Jezus Christus. We worden zo gauw van hem afgeleid door alles wat er gebeurt. Paulus, prachtig voorbeeld, had na zijn bekering nog maar één verlangen. Namelijk om bezig te zijn met de dingen van de Heer. Nou, is een beetje moeilijk als je naar het werk moet. Maar ook dan kun je bezig zijn met de Heer. Hè? Dat als je wel een kort gesprek met een collega die ondertussen bidt, Heer, geef me wijsheid, leid me daarin in dat gesprek. Paulus heeft maar één verlangen, bezig zijn met zijn woord. Met de arbeid des Heren. Luister. Samen met medegelovigen. Hoe zit dat bij jou? Hoe zit dat bij mij? Hoe zit dat bij ons, broeders en zusters? Is dat uw leven nu met de Heer Jezus? Kent u zo'n leven? Waar gaat het in uw leven om? Om uzelf of om de Heer? Zelfs om de gemeente, maar uiteindelijk om de Heer. Vloeit uw godsdienst voort? Het is... Nou ja, misschien een vermaning, hè? Maar het is helemaal niet vervelend bedoeld. En ik heb ook niemand op het oog, zou ik dat ook kunnen? Maakt me verder ook niet uit. Ik heb last genoeg van mezelf. En moeite genoeg wat dat betreft met mezelf. U moet uzelf onderzoeken. Vloeit uw godsdienst voort uit een levende relatie met de Heer Jezus? Of is het nou vanmorgen dat je in de kerk bent voor het eerst, sinds de afgelopen week, dat je zich weer een beetje met de heiland bezighoudt? Kan ook een zaak van uiterlijk vertoon zijn, hè, dat u hier zit. Dat kan allemaal. Nou, geef daar voor jezelf maar antwoord op. Hoe groot is ons verlangen om opbouwend bezig te zijn in deze plaatselijke gemeente en daar een actief, positief aandeel bij te leveren? Hoe groot is dat verlangen voor ons? We hebben allemaal gaven gekregen om de gemeente op te bouwen. Hoe erg doet u uw best? Oh, daar hou ik helemaal niet van, doet u uw best, maar... Om toch de samenkomsten te bezoeken. Moet niet hoor. Moet niet. Ja, het wordt langzamerhand onze lijftekst. Alles is geoorloofd. Alles bouwt niet om, maar toch is alles geoorloofd. Oh ja? Paulus zegt ook nog wel anders. Mogen we zondigen? Opdat de genade toenemen? Dan zeggen we ja, dat mag. Want alles is geoorloofd. Zo'n tekst gebruiken we voor ons ten positieve. Hè? Goed, even los daarvan. Maar ik kan natuurlijk die lijst ontzettend lang maken. Nou, het is misschien mogelijk dat op één of meerdere van die vragen u voor uzelf een beschamend antwoord moet geven. En niemand weet het, en wij hoeven het ook niet te weten, maar de Heer kent ons hart. Hè? Als u denkt van ja, het is maar een beetje krakkemikkig.
Ja, ik strijd eigenlijk helemaal niet. Ik heb geen vrijmoedigheid om te getuigen. Dat kan allemaal, er is helemaal geen veroordeling. En daar gaat het helemaal niet om. Maar dan mag je naar de Heer gaan. Mag je gaan bidden. Een relatie met hem hebben in praktische zin. Spreek je oppervlakkigheid uit. Spreek je onverschilligheid uit. Je ontrouw, je gemakzucht. Uw ondankbaarheid voor zijn geweldig werk. Spreek het maar uit voor eventueel de smoesjes die u heeft. Ja, dat kan toch allemaal? Ons kent ons. En weet u wat ik dat zo geweldig vind? Bij de Heer is een rijkdom van genade. De verloren zoon mag gewoon bij de vader komen, hoor. En de vader omarmt je. Je zegt niet, oh ja, eerst maar even een tijd in de hoek. Of je mag een week niet met je PlayStation spelen. En dan kom ik wel eens even bij je. De Heer vergeeft je gelijk. De Heer vergeeft je bij voorbaat al. Hij is rijk aan genade. Dat is toch prachtig. Bij je hemelse vader mag je komen en altijd opnieuw beginnen. Hoe erg je verleden ook is. In Christus een nieuwe schepping volmaakt in hem. Ja, ik ben al heel lang bezig. En ik ben nog niet klaar. Vindt u het erg als ik hem afmaak? Nee, Lotte vindt het niet erg. Nou goed. Nou ja, de eerste drie woorden zijn: wees geen slappeling. Wees geen slappeling. Laat uw geloof geen slap aftreksel worden van het krachtige leven in Christus wat u heeft ontvangen, wat de Heer u biedt. Wees radicaal in je overgave ten opzichte van de Heer. Ja, dan word je misschien fanatiek gezien door je omgeving. Maakt niet uit, je doet het niet voor die ander. Je doet het voor de Heer. Het is een strijd voor de Heer. Laat uw levensmotto zijn: mijn leven is mijn Christus. Ik zeg het ook tegen mijzelf. Dat u niet straks komt van Anne. God, wat een vrome praatje, maar jij dit en jij dat. Dan weet ik zelf het beste, hoor. Ik zeg het in de eerste plaats tegen mezelf. Ook toen ik bezig was met deze preek. Ik werd er zelf het allereerst mee geconfronteerd. Maar als je de Heer zo de ruimte geeft in je leven, dan zul je aan zijn doel beantwoorden. En dan heb je een Christuswaardig leven. Dan wordt zijn naam verheerlijk. Daar gaat het om. Dan wordt zijn woord der waarheid gesproken. Dan zijn we levende getuigen van de opgestane Heer. Tot zegen voor elkaar en tot heil van anderen. Want door het gehoor komt men tot geloof. Broeders en zusters, we hebben elkaar zo hard nodig. Denk niet van, die kerkdienst is allemaal niet belangrijk. We hebben elkaar zo hard nodig. We hebben de Heer zo nodig. We hebben zijn woord zo nodig. Er zijn heel wat mensen, zieken, ouden, ouderen, die er een lieve cent voor over zouden hebben om hier te zitten waar wij vanmorgen zitten. Of welke samenkomst dan ook. Tot slot wil ik enkele schriftplaatsen aanhalen. Ik becommentarieer het heel kort en ik citeer, u mag het opzoeken. Waarin over die wedstrijd gesproken wordt. Colossense 1, vers 28 en 29. Dewelke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeide, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Wat is het mooi als je de wedstrijd gaat lopen en je weet, ik win hem toch. Ik heb dat meegemaakt, Ajax in de 70e jaren. Ze werden 3 keer Europees kampioen. En ik heb verhalen gelezen van die voetballers. Die kwamen het veld op en ze wisten, we winnen gewoon. Een soort van onaantastbaar zijn. Strijden naar de werking van Christus in je leven. Die in mij werkt met kracht. Heb vrijmoedigheid om te getuigen. De Heer is bij je. En hij bemoedigt je, hij motiveert je en hij geeft je kracht. En je mag zijn woord prediken, wat een kracht is. De waarheid. Paulus spande zich in onder zware strijd. Hongersnood geleden, schipbreuk, gegezeld, gevangen gezet. Het allemaal meegemaakt. Hij spande zich in die zware strijd om Christus te verkondigen. En de energie, de moed voor deze strijd, kreeg hij van Christus. De Heer geeft u die kracht. Die kracht is in u. Heeft u al. Zijn geest leidt u daarin, geeft u de woorden. Wanneer ervaar je die kracht van Christus? Als je gaat lopen. Als je niks doet, ervaar je ook niks. Wilt u de kracht van de Heer Jezus ervaren, moet u gaan getuigen. En dan word je zo blij. Ja, ik denk een automobilist. Je tankt brandstof voor je auto, dat is die kracht, hè. Maar die brandstof krijgt pas waarde als je gaat rijden.
als je de auto stil laat staan, gebeurt er niets. Goed, volgende tekst. 1 Thessalonicenzen 2, vers 1. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden, dat heeft Paulus gedaan, heeft geleden om Christus wil, en ons ook smaadheid aangedaan is, soms onterecht, dus onrechtvaardig, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God, in Christus, om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijd. Er kan je onrecht aangedaan worden. Je kan heel veel lijden. En nochtans mag u uw vrijmoedigheid in Christus gebruiken om het evangelie te spreken. En dan krijg je veel strijd. Paulus wist het. Paulus had het ervaren. En toch streed hij. Omdat hij streed voor iets. En voor iemand. Hij had zich heel veel moeite kunnen besparen. Geen tegenstand hoeven te ondervinden. Dan ook geen lijden hoeven te ondervinden. Als hij simpelweg had gekozen om niet die renbaan te lopen. Had hij nergens last van gehad wat zijn vlees betreft. Niet het woord van God te prediken en te getuigen. Mag ik het zo zeggen? Hij was vol van de Heer. Hij wierp zich in die strijd. Bij wijze van spreken, hij kon niet wachten dat hij weer een ongelovige zag. Hup, prediken bij wijze van spreken. Zo was het ongetwijfeld niet. Maar Paulus heeft zich met volle vrijmoedigheid in die strijd geworpen. En hij droeg de wapenrusting van God om stand te houden. Want de Satan ging schieten met zijn pijlen. En de Satan ging hem aanvallen. En de tegenstanders kwamen daar om Paulus te stenigen of in de gevangenis te zetten. Door de kracht van God. 1 Timotheüs 6 vers 11 en 12. Er staat niet voor niks zoveel over strijd in de Bijbel hoor. Dat is een bedoeling van God. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, door het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Even over het woordje grijpen. Grijp naar het eeuwige leven kan ook vertaald worden met ontfermen, over of koesteren. Mooi, hè, het Grieks. Verschillende betekenissen. Paulus zegt dus tegen Timotheus: strijd de goede strijd des geloofs en koester je over het eeuwige leven. Ontferm je over het eeuwige leven. Ik en u ook kunnen heel goed strijden als je Christus in die strijd koestert. Want iets wat je koestert, ben je op gericht. Als je een mooie kat hebt en je koestert die kat, ben je op die kat gericht. Koester dat eeuwige leven. Want dan ben je in die strijd op het eeuwige leven gericht. En dat eeuwige leven is een persoon, hè? Ik ben het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben het levende water. En noem het allemaal maar op. Hoe doe je dat, het eeuwige leven koesteren in je leven? Dat je ermee bezig bent. Dat je het uitwerkt in je leven. Goed. Tot slot, 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8a. Paulus is een beetje aan het einde van zijn leven. Ik wou dat ik dat kon en mag zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts, daar heb je het. Voorts is mij weggelegd. De kroon der overwinning. Niet lopen, geen overwinning. Geen strijd, geen beloning. Die vers, dat was geen hoogmoed van Paulus, maar een geloofsuiting. Een vertrouwen op Gods woord. En Gods woord zegt dat de arbeider zijn loon waard is. Moet die arbeider wel werken? Moet die arbeider wel lopen? Moet die arbeider wel strijden? En dan mogen we weten dat er overwinning is na de strijd. Broeders en zusters, God geeft genade aan u en aan mij om te volharden in de loopbaan van het leven. Om stand te houden, te kunnen houden tegen de Satan in die geestelijke strijd. Om daar ook deel aan te nemen. En het is een goede strijd. Goede strijd. Wij ervaren het als heel vervelend en kritiek. Goede strijd. Christus zal in de toekomst de getrouwen belonen. En hun overwinning opluisteren met verheerlijking. Met heerlijkheid. Amen.